En zelf kunnen bepalen dat ik op dinsdagmiddag met mijn moeder zit te lunchen. Nadat we weer in het ziekenhuis geweest zijn voor weer een onderzoek. Het was vroeg in de ochtend en mijn telefoon ging. En het was mijn moeder die belde. En ik weet nog dat ik dacht, belt ze vroeg? En toen bleef het even stil aan de telefoon. En toen zei ze, het is niet goed, Noor. Ik heb de uitslag van het bevolkingsonderzoek gekregen. En ze hebben iets gevonden. En het is kwaadaardig. En ik schrok me echt rot. En ik dacht, dit soort verhalen hoor je toch alleen van anderen. En nu is het mijn eigen lieve moedertje. En wat hangt er allemaal boven haar hoofd? En wat hangt er allemaal boven ons hoofd? En toen volgde er een periode van heel veel ziekenhuisbezoeken, van onderzoeken, van wachten, van onzekerheid. En ik was nog nooit zo vaak in een ziekenhuis geweest als toen. En het voelde wel echt als een enorme rijkdom om met haar mee te kunnen gaan naar het ziekenhuis. Zo vaak als ik wilde, 's ochtends, 's middags. Ik dacht, als ik nu nog in loondienst was geweest, dan was het heel wat ingewikkelder geweest om met haar mee te kunnen. En niemand had in die tijd ook door dat ik even wat minder werkte. Toch bleef ik gewoon geld verdienen. Want ik heb mijn bedrijf ook zo ingericht dat het altijd doorloopt. Ook als ik niet werk. Mijn website werkt voor me en mijn YouTube-video's blijven altijd voor me werken. En ik besefte me toen zo erg dat, dit is toch de ultieme vorm van vrijheid. Baas zijn over je eigen agenda en zelf kunnen bepalen dat ik op dinsdagmiddag met mijn moeder zit te lunchen. Nadat we weer in het ziekenhuis geweest zijn voor weer een onderzoek. Dit is toch het ultieme voordeel van ondernemer zijn. Dat we en van waarde zijn voor onze klanten. Dat we echt het verschil maken. En dat we ook niet per se harder hoeven te werken om het geld te verdienen dat we nodig hebben. En dat er ook tijd overblijft om de dingen te doen die we ook leuk vinden. Zoals met vrienden en met familie zijn. En voor iedereen om ons heen is dat niet het geval. Ook al heb je de allerbeste baan met het allerbeste salaris, dan nog stoot je je hoofd tegen het welbekende plafond. Er zitten maar 24 uur in een dag en 7 dagen in de week. En als je meer wilt verdienen, dan moet je langer werken. Maar dat geldt niet voor ons als ondernemer. En hoeveel we verdienen hoeft niet af te hangen van het aantal uur dat we werken of hoe hard we werken. Al is dat natuurlijk wel compleet het tegenovergestelde van wat we hebben meegekregen. Als je succesvoller wilt zijn, dan moet je harder werken. Maar is dat echt waar? Als je dat gelooft, als je gelooft dat je harder moet werken voor je geld, dan zal dat ook jouw werkelijkheid worden. En ik geloof en ik ervaar nu ook dat ik niet harder hoef te werken om mijn geld te kunnen verdienen. Want het internet en alle middelen die we hebben maken zoveel meer mogelijk. En de vraag is natuurlijk van hoe zet je die middelen dan in? Zoals ook video, hoe zet je dat in om het verschil te maken? En ik wil dat mijn bedrijf voor mij werkt en niet tegen mij werkt. En het bedrijf dat ik nu creëer biedt me dus de mogelijkheid om nog steeds buiten de deur te lunchen. Samen met mijn moeder bijvoorbeeld. Ook nu ze weer helemaal beter is, gelukkig. En zo kan het ook voor jou
zijn. He, je hebt zelf, als ondernemer zijn, heb je zelf de touwtjes in handen. Je hebt zelf de regie. Je bepaalt zelf hoe je je marketing doet. Hoe je je klanten het beste helpt. Hoe je je geld verdient. He, je staat zelf aan het roer. Wat natuurlijk ook betekent dat je het zelf kunt veranderen. Als je dat wil tenminste. Daarom ben je volgens mij ook ondernemer geworden. Om zelf aan het roer te staan. Ik in ieder geval wel. En ik heb een plan gemaakt. Met alle stappen die ervoor nodig zijn. Om altijd geld, maar ook tijd te verdienen. Met je video's. En als je dat plan wil hebben. Dan kun je dat downloaden via de link onder deze video. En wil je nou meer tips ontvangen over verdienen met video, bijvoorbeeld over waarom vloggen je op een achterstand zet en wat je veel beter kunt doen om op internet impact te maken en om ook beter gevonden te worden op internet. Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal en klik op de bel naast de abonneerbutton en dan krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb gepubliceerd. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video.